Over een uurtje hebben we de speelfilm Spaceballs. En dat is een komische parodie op de film Star Wars. Nou, waar gaat het over? De bewoners van de planeet Spaceballs hebben namelijk al hun lucht verbruikt. Om te kunnen overleven gaan ze de lucht halen bij een andere planeet. En ja, hoe ze dat afgaat, dat zie je vanavond dus om 9:05. Nou, gewoonlijk zou je nu naar Onderweg naar Morgen kijken. Maar we hebben voor vandaag het schema gewijzigd. Onderweg naar Morgen is er morgen weer en wel met een dubbele aflevering. Het is nu namelijk tijd voor aanzoeken, verrassingen en liefdesperikelen in All You Need Is Love. Ligt het nou aan mij of ben ik echt een uur te vroeg? Ben ik nou te vroeg naar beneden gegaan? Het is 7:30 pas. Het is goed. Oh, dit is goed. Nou, goed. Het is goed. Het is 7:30. Een hele rare tijd, hè? Voor al je niet, vind je niet? Ja, hele rare. Ja, hele rare tijd. Het is heerlijk dat we er weer lekker bijna een heel uur tegenaan kunnen. En dat is ook hoog nodig, want misschien heb jij het al geroken deze week? Lente. De lente? De lente. Waar? Ja, thuis. In de lucht. De lente hangt in de lucht. Ja. En jij bent je helemaal rotgeschrokken. Ik ben me helemaal rotgeschrokken, ja. Ja, want jij bent Siegfried. Siegfried Berend. Siegfried. Ja. Siegfried. Ja. Uit Apeldoorn, ja, hè? Ja, klopt. Ja. Je hebt een hele leuke hond. Ja, hoe heet hij? Klopt. Sweep. Sweep, ja. En een leuke man? Nee. 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 Nou, en daar wilde ik het eigenlijk even met je over hebben, Siegfried. Wat voor type man heeft bij jou nou de voorkeur? Grote mannen. Grote mannen? Ja, toch wel. 1,80 meter, 1,90 meter? Ja, breed, groot. Breed. Als het maar groot is. Als het maar groot is. En breed. En breed. Verdere kenmerken nog? Ja, ik train op een sportschool, dus... Ja, dat soort mannen een dat beetje. Dat soort mannen. Type bodybuilder, mag ik dat type zeggen? Type wel, ja. Ja. Jeetje, hoe kom je erop? Ja, dat is echt het type... En je traint op een sportschool en toch kom je dat soort mannen te weinig tegen... om nou eens leuk mee aan de praat te raken of ja, zo. Ja, ja. Meestal dan, dan zit je wat te drinken en dan kijken ze een keer... en dan denk je van, nou, gaan ze weer. Ja. Dus, ja, dan ga jij weer naar huis, hond zwiept weer blij. Ja. He? En... Geen enkele man. Hoe zou jij erover denken, Siegfried, en val me maar in de reden als ik te ver ga, dat ik jou eigenlijk deze show de hele tijd eigenlijk mijn bar zou kunnen lenen met daarin een aantal aardige mannen, zodat je... Is dat wat? Ja, lijkt me wel leuk, ja. Zal ik je eens wat hele aardige mannen aan je voorstellen die voldoen aan jouw verwachtingspatroon? Ja, is goed. Ja? Hier komen ze, hoor. De mannen! Is dit zo'n beetje wat je bedoelde, Siegfried? Nou, niet helemaal. Niet helemaal? Zullen we er een schepje bovenop doen met bredere mannen? Daar komen ze. Hier is Mike, Peter, Jan-Joost, Martijn, Diederik, Fred, John, Michel. Steven en Vittorino. En wij gaan naar de liefdesbar.
Dankjewel, Jacqueline. Nou, alle mannen die zoeken ergens... Ja, zoek ook maar een plekje, Sigrid. Waar ga je zitten? Tussen zitten maar meteen. Ja, hartelijk welkom, heren. Welkom in onze bar. Ik zou bijna onze Rico zien we helemaal niet meer in het masculine geweld. Hallo Rico, met alle cocktails. Ja, pas op, de palm die, die eet half je hoofd op. Je krijgt, zoals ik al zei, gaat het weer een beetje? Ja, het gaat wel weer een beetje, ja. Het is ook even, wij komen naar al die mannen en die brede mannen. Nou, de hele show is de tijd om rustig kennis te maken. Met wie begin je? Waar ga je het over hebben? Ik zou het niet weten wat ze doen. Nou, doe dan maar rustig. Ga maar rustig praten. En hoor ik straks er misschien één is wat denk je, nou, waarvan je denkt, het is leuk om een avond mee uit te gaan. Want dat is toch de bedoeling, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, okay. Ja. Lijkt me wel leuk. Nou, heel veel succes, Sigrid. Ja. Begin maar. Begin maar. Ja. Nou, hallo, ik ben Sigrid. Ja, nou, oké. Okay. Kom maar goed. Ik wil u in de tussentijd vertellen dat ons telefoonteam natuurlijk weer klaar zit. 06-300-730. En ik weet dat het best natuurlijk raar is als je misschien vaker kijkt en u bent misschien in stilte verliefd. En het komt er iedere keer niet van. Doe dat nou gewoon een keer, want ze zitten er echt, de dames en heren van ons team, om al uw telefoontjes de hele avond tot zeker 12 uur op te vangen. 06-300-730. Mijn volgende gast is Rian Reker. Ging goed, hè, de trap? Ja, heel goed. En lekker, hè? Ja. Ja. Hé, hey, wat is de reden dat je hier bent? Kun je misschien dat zelf even kort uitleggen? Dat is altijd het handigste natuurlijk. Ja, ik ben enkele weken geleden met iemand naar een bruiloft gegaan. En sindsdien ben ik verslag. Dus die moet ik gewoon nog een keertje terugzien. Zo, wacht even. Je bent een paar weken geleden naar een bruiloft gegaan. Ja. Nu ben je van slag. Ja, sinds de bruiloft. Waarom? Nou, hij is ontzettend leuk. Wie, de bruidegom? Nee, Carlo. Carlo? Ja, daar ben ik mee naar bruiloft geweest. Ja. Je kende hem dus al, begrijp ik, die Carlo? Ik kon hem nog niet. Een vriend van mij heeft geregeld dat er iemand met mij naar bruiloft zou gaan. Ja, want je had geen zin om alleen te gaan, nee, zeg maar? Nee, geen zin meer om alleen te gaan. Ja. En dat is Carlo geworden. Dat is Carlo geworden, die dag. En dat was dus hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk. En vandaar dat je na de bruiloft hebt afgesproken met Carlo? Nee, helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Hoe kan dat nou? Je bent hartstikke leuke avond hebben jullie gehad. Ja. Weliswaar niet met z'n tweeën, hè? Nee. Nee, was maar waar, hè? Ja. Ja. Want je bent verliefd. Ja. Ja. Je bent van slag, zei je? Ja. Hoe van slag? Ik ben sinds die tijd al 14 kilo afgevallen, dus ik vind het nogal. 14 kilo? Ja. En in hoeveel tijd? 6 weken. In 6 weken? Ja. Dus jij hebt echt een fantastisch dieet uitgevonden, ja. Ja, ik heb het gevonden, ja. Ja. Dat is alleen voor mij, hoop ik. Carlo, voor al uw... Ja, ja, ja. Ja. Hoe ziet hij eruit? Hij is niet te groot, hij is donker. En lieve oogjes. Ja. En hij is hartstikke leuk en je wil een avond voor je alleen. Daar komt het in feite op neer. Ja. Ja. Een grote hobby van jou is konijnen. Ja, en vandaar dat we dat een beetje bij elkaar hebben gestopt. Ja. Van waar konijnen eigenlijk? Ik heb een konijn en dat is gewoon geweldig. Maar het heeft niks met Carlo te maken, zeg maar. Nog niet. Nee, nee, oké. Okay. Dat we het even, ja. We gaan kijken naar jouw boodschap voor Carlo. Ik ben heel benieuwd. Hallo Carlo, enkele weken geleden ben jij met mij naar een bruiloft geweest. En terecht, want zonder jou was ik niet gegaan. We hebben een geweldige avond gehad. We hebben ontzettend gelachen. Sinds die avond is er voor mij veel veranderd. Ik ben helemaal van slag. Ik ben al 14 kilo afgevallen, alleen maar van de zenuwen. Ik vind je een lekker jong. Daarvoor wil ik vragen, ga je nou een keertje romantisch met me uit eten? Nou, het komt heel goed over, hè? En nou is natuurlijk de vraag, wat vindt Carlo daarvan? Ja. Ja, precies. Nou moeten we er één ding bij vertellen. Carlo is van beroep, hoe noem je dat, automonteur. Hij werkt in een garage, weet veel van auto's, heeft daar verstand van. En we weten tegelijk dat hij nogal moeilijk te lokken is. Vandaar
dat wij het zekere voor het onzekere hebben genomen en Carlo niets vermoedend naar ons toe hebben gelokt, naar de caravan, wel te verstaan, en hem daar op heel zeer geniepige wijze hebben opgenomen met een verborgen cameraatje. Laten we kijken wat er gebeurde. Nou, Rian, mooier kan het niet. Ik zit in Eindhoven, in de caravan, met de band. En kijk, onze Carlo is even de remmen aan het controleren. En omdat we zeker wilden weten dat we hem bij de caravan in de buurt kregen, hebben we dus tot deze noodmaatregel moeten overgaan. Gaan we even kijken of hij de klus klaart. Kijk, daar zien we hem. Een van de remmen voelen natuurlijk. Hé, waar? Nou, kan niks vinden. Maar even een krik erbij gehaald dan. We worden opgekrikt. Nou, misschien wordt het tijd om Carlo maar even uit de droom te helpen. Kom op. Carlo? Oké, is dit zo snel zo? Carlo! Robert. Hi! Wat goed dat ik je tref. Ja. Wil het niet lukken? Nee, dat is... Hè? Niks aan de hand, toch? Niks aan de hand. Niks aan de hand. Oh, maar dat geluk. Nou, dan heb ik wel een ander ietsje voor je. En niet zomaar iets, want ik heb een band met een boodschap. En nu je er toch bent, misschien dat je even kan komen kijken wie erop staat, toch? Ja? Nou, mooi, we zijn er toch. Carlo, luister. Carlo van Vels is het, hè? Ja. Ja. Ik heb dus een band en jij weet wie erop staat. Ik niet. Ik niet? Hoezo niet? Ik heb geen flauw idee. Ja, maar je weet toch wel ongeveer... Nee. Niet ergens in een kamertje dat je denkt van nou... Nee, ik heb echt geen idee. Geen idee? Geen idee. Geen idee. Dus wat ik van die remmen weet, van die wielen, dat weet jij van die band? Zo heel veel weet ik van die band. Ja. Geen idee. Nee, eigenlijk niet. Gaat het een beetje mee, een beetje... Nogal. Ja? Nogal. Nou, zullen we gewoon gaan kijken dan? Is goed. Daar komt hij, Carlo. Hallo, Carlo. Oh, God, enkele weken geleden ben jij met mij aan bruiloft geweest. En terecht, want zonder jou was ik niet gegaan. We hebben een geweldige avond gehad. We hebben ontzettend gelachen. Sinds die avond is er voor mij veel veranderd. Ik ben helemaal van slag. Ik ben al 14 kilo afgevallen. Alleen maar van de zenuwen. Ik vind je een lekker jong. Daarvoor wil ik vragen, ga je nog een keertje romantisch met me uit eten? Tuurlijk. Wie? Dat is Rian. Rian? Ja. En je gaat absoluut een keer met haar uit eten? Absoluut. Ik heb zo'n te gekke avond gehad. Het klinkt wel dwingend, vind je niet? Dwingend? Ja. Is ze niet heel streng? Ik weet niet, zo goed ken ik ze niet. Maar, ze hebben mij gevraagd voor die bruiloft. Ja? En ik zeg, ik ga wel mee en nou, we hebben gewoon een te gekke avond gehad. Ja. Gewoon verschrikkelijk veel plezier gehad. Dus, of ik nou mijn haar ga uit eten of op stap ben ik gegaan, ja, zeker, dat wordt weer een leuke avond. Dus dat wordt echt zo'n hola die een hatje idee. Ja, ja, ja. En hoe komt het dan dat na die leuke avond dat er eigenlijk dan geen contact meer is geweest? Ja, ik heb het heel druk. Ja. Ik heb het heel druk en ja, ik heb er verder ook helemaal niet bij stilgestaan dat dit... ja, maar luister, ze is 14 kilo afgevallen hoor. Ja, ik hoor het. Dat is nog wel. Want dat is nog niet zo gek lang geleden. Nee. Een paar weken geleden. Ja. Hey, ik denk dat je, ja, Rian die zit natuurlijk op van de zenuwen, wat, dat je onmiddellijk even het goede nieuws aan haar moet melden. Dus zeg het maar even. Daarin? Ja, dat ronde ding. Nou, Rian, ik ga je heel graag met jou weer een keer uit. En dan maken we gewoon weer een gekke avond van. Die staat. Zal ik de krik er even onder vandaan halen? Nou, dat lukt wel. Oké. Hij is hier vanavond. Carlo van Velsen.
Nou, ik heb veel mensen hier zien kijken naar wie er de trap af kwam, maar zelden zo zien stralen als jij, Rian. Oh. Ja, je ziet er fantastisch uit, Carlo. Dankjewel. Toch? Heb je een beetje over nagedacht wat jullie zouden kunnen gaan doen? Ja. Ja. We gaan gezellig een dagje romantisch naar de sauna. Is dat voor de volgende 14 kilo, of wat is de bedoeling? Bijvoorbeeld. Huh? Is dat wat, Rian, de sauna? Zo voelt het hier al. Ja, nou, dan kun je meteen vanuit de bank kun je de sauna in. En misschien daarna nog even een rustig hapje eten of zo, vind je niet? Ja, laten we dat maar doen. Ja, nou, weet je wat, we doen een leuke envelop bij. En, nou, dat maakt niet uit, toch? Ja. Ik hoop, het is zo goed, toch? Hè? Jazeker. Ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. Leuk, dank je wel. Carlo en Rian. Nou, u ziet het. Mocht u nou zitten te kijken en denken van... ja, die Rian die heeft dat toch heel slim aangepakt. Laat ik nou ook maar eens de stoute schoenen aantrekken... en mijn stille liefde overrompelen. Waar, daar komt het in dit geval dan weer op neer. U weet het, 06-300-730. Het nummer wat u de hele avond kunt bellen. En onthoud maar even het achterhoofd. Honderden gelukkigen gingen u reeds voor. Weken geleden heeft u misschien gezien hoe hier in onze bar een wat oudere dame kennis maakte met wat oudere heren. En dat heeft nogal het nodige losgemaakt. Vandaar dat ik even zou willen praten met twee mensen hier in de studio op de tribune. Saskia van Erven en Joris, kom er even bij staan jongens, want dat praat wat makkelijker. Mag geklapt inderdaad, ja tuurlijk. Ja. En... om even meteen duidelijk te zijn, het gaat niet om jullie, hè, want jullie wonen samen. Wij wonen al samen, ja. Ja, waar? In Tilburg. In Tilburg. Ja. Hoe lang al? 3 jaar al. Al 3 jaar, dat is heel lang, hè? Ja, dat is al heel lang. Ja. Ja, maar waar gaat het over? Het gaat over mijn oma en zijn opa. En die zijn allebei al een hele tijd alleen. En als ze bij ons samen waren, dan vonden ze het altijd heel gezellig. Maar ja, ze ondernamen eigenlijk niks. Nou, dus eigenlijk moeten we... Ja, wat is de bedoeling? Ja, dat jullie iets zouden kunnen ondernemen, zodat ze iets samen konden gaan doen. Ja, dus bijvoorbeeld met een gouden envelop of zo. Ja, dat ze een keer lekker kunnen gaan uiteten of zo. Ja, en dan kijken of het wat wordt, toch? Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Nou, ik ben van de week naar Tilburg geweest met de gouden envelop. Laten we onmiddellijk kijken wat zich daar afspeelde. Goeiedag. Wat is er? Mevrouw Hagens. Ja. Ik ben Robert. Oh. Wat goed dat u thuis bent. Ja. Wat leuk. Ja, nou zit ja. Zeg, luister, ik kom even met u over de liefde praten als u het niet erg vindt. Oh, moet ik helemaal nog op mijn leeftijd, joh. Nou, dat weet ik niet. Liefde blijft toch altijd een heel belangrijk ding, toch? Ik heb gisteravond al zitten kijken en ik denk... Oh, ja. Ja. Dan moet je binnenkomen. Nou, nee hoor, dat hoeft eigenlijk niet. Ik kan het wel even kort uitleggen. Kijk, dit is onze speciale All You Need Is Love gouden liefdesenvelop. Ja. En ik kom eigenlijk met de vraag... of u misschien een leuke manier zou weten... met u een avondje een keer uit zou kunnen... om die envelop te besteden. Ja, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik moet vanavond toevallig uit. Ach. Naar die meneer. Maar ik wil dat niet. Ik waarom wil dat niet? Ik wil het wel, maar het moet niet van mij uitgaan, bedoel ik. Ah, wat is het dan voor iemand, die meneer? Ja, dat is een heel aardige man. Ja. Een heel keurige man. Ja. Maar het is er nog nooit van gekomen dat hij zegt van, nou, laten we eens leuk wat gaan doen een keer nee, of zo. Nee, dat weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Maar u zegt net van, nou, ik vind het wel leuk om wat te doen, maar het moet van hem uitkomen, zegt u. Ja, dat vind ik wel, ja. Dat moet niet van mij. Ja, maar in principe staat u er niet onwelwillend tegenover? Nee, dat niet. Nee. Om wie gaat het trouwens? Ja, rijmakers, denk ik. Rijmakers, geloof ik. Rijmakers. Ik weet het nog niet eens. Ja,
Woont hij hier in de buurt, die meneer Rijmakers? Nee, hij woont een heel andere kant. Hij wordt Breda's wij die kant uit. Jeetje. Dan doe ik het zo. Ik ga even naar hem toe en dan kijk ik wat ik kan regelen met die envelop. En dat u misschien, nou, misschien wel vanavond wat kan gaan doen of zo. Ja. Hoe ziet hij eruit? Ja, flink en heel aardig. Ja, heel aardig wel. Ja, leeftijd ongeveer? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Want we ten eerste zo oud ik ook ben, want ik ben een ouder. Aha. Ja, maar zo rond de 50, zeg maar. Rond de 50, een jonge dag. Ja. Hey, stay where you are. Ik ben straks terug. Ja? En leuk u even gesproken te hebben. Dan hou ik de envelop nog even bij me, goed? Ja, is goed, doe maar. Ja? Tot straks. Meneer Rijmakers. Hoe is het met u? Met mij goed. Ja. Buitengewoon. Nou, uitstekend. Goddorie, ik zou jou echt niet meer gekend hebben. Oh. Oh, lieve God, nee. Nee. Nou, leuk u te zien. Ja, fijn. Ik ben hier met een speciale opdracht, want ik heb een speciale gouden envelop. Die gouden envelop? Ja, ook wel... Nou, zeg maar, liefdesenvelop genaamd. Ja. En die zou ik u heel graag willen overhandigen als u ja, zou kunnen zeggen van nou, ik ken wel een aardige dame waarmee ik een avond leuk uit zou willen. Ja, dat kan altijd. Ja. Kent u iemand? Ja, goed. Ja, goed. Mijn eigen dochter, want die komt vandaag thuis van Oostenrijk en dan... Uw dochter? Ja, maar dat is dus... Mag niet natuurlijk. Nee, dat mag niet. Nou kreeg ik een telefoontje van... Van Saskia, kent u die? Nee, goed. Ja, wie is dat? Woont bij mijn zoon. Mijn ja, kleinzoon. Kleinzoon, hè, met Joris. Met Joris. Ja. En die vertelde me eigenlijk dat u zo aardig kon opschieten met haar oma, met Tini. Mooi, ja, heel goed, ja. Ja. Is het niet een leuk idee als u om een keer... Om die mee te nemen? Ja, ja, ook goed. Ja, buitengewoon. Ja, dat kan goed. Ja. Waar het om gaat is, ik heb begrepen dat zij, mevrouw Hagels, Tini, hè, om het zo maar even te zeggen, eigenlijk iets heeft van, nou, ik wil graag met meneer Rijmakers een keer uit eten, zeg maar, zeker met die envelop erbij. Ja. Maar dan moet hij dat vragen. Dat ga ik als vrouw niet doen. Nee, maar dat is... Nee, maar dat doe ik wel. Dat geeft niks aan. Dat doet u? Ja, natuurlijk. Dus als ik u nu de envelop geef... Dan ga ik naar Tini's toe en dan komt hij klaar. Afgesproken. Dus, fijn zo. Oké, zullen we dan maar? Dat is goed. Oké. Jullie bedankt. Ja, en, dan gaan we nu naar naartoe, hè? Oh, moet ik nou mee? Ja, nu. Ze zitten wachten. We moeten eventjes binnenkomen, want... Ja, doe maar rustig. Want ik moet even... Je wou me komen halen, want het is voetballen, hè? Kwart over... Oh, ja. Ja. Kwart over zes. Oh, het is voetballen, dus eigenlijk kunt u vanavond niet uit eten. Nee, goed. Vanavond kan al niet. Nee, het is voetballen. Ik kan voetballen, ja. Ajax. Ja, maar in Tilburg Ajax, wat is dat voor onzin? Nee, maar Amsterdam is het, hè. Dat ja. Wordt gespeeld, ja. Dat is toch niet belangrijk in Tilburg, Ajax? Nee, maar dat is voor mij wel. Maar wat is dan belangrijker? Tini of Ajax? Ja, maar die zal nou ook misschien niet thuis zijn, of wel? Ja, die is thuis, dat weet ik. We gaan het toch even regelen. Kom op, wij wachten wel even. Dat is goed. Succes, hè? Ja. Hey, Tini. Oh. Hebben ze nou toch allemaal uitgehaald? Ja, we hebben ze toch allemaal uitgehaald, maar we zijn er. Ja, ik ben goed, hè? Ik heb die envelop aan u gegeven. Vragen iets. Of u met mij in een keer wilt gaan eten. Ja, dat wil ik graag. Dat wil ik best wel, ja. Dat was geen kunst. Dat wist ik ook wel. Dus dat is afgesproken? Dat is afgesproken. Ja? Ja. Nou, dan wens ik u heel veel plezier. Ja, dat is fijn. En dan wil ik graag even weten hoe het geweest is. Kan dat? Dat kun je. Nou, hoor je wel, ja. Ja. Ah, zeker. Bedankt. Dag. Tot kijk. Stay together. Ze zijn hier vanavond mevrouw Hagels en meneer Rijmaker. Gaat het zo? Ja. De trap.
Jansen. Deze kant graag, ja. Zo. Als dit aan deze kant gaat. Aan deze kant gaat. Ja. Zo, meneer Rijnmaker. En dit. Wat een toestand hier, hè? Nou. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen. Ja. En dat allemaal vanwege het feit dat u samen een keer uit eten gaat. Ja, ja, dat willen we wel, hè. En ik zag net Saskia al heel tevreden kijken, want het is dus gelukt. En u bent samen ook echt geweest, hè? Beetje buitengewoon geweest. Het is gezellig, hè? Ja. Heel gezellig. Een apparatuur bij de open haard toen we binnenkwamen, hè? Ja. Ja, dat is allemaal naar wens. Dat is perfect, hier maar buitengewoon. Ja, en dan zit u wel hier heel tevreden, maar... Ik wil toch wel even zeggen, als Saskia en Joris nou niets hadden ondernomen, dan was dat dus nooit gebeurd. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar, oh, natuurlijk niet. Nee. Ja, uit eten gaan wel, maar niet met meneer Rijnmakers. Nee. Maar dat is nu toch wel gebeurd, ja. Hè, meneer Rijnmakers? Ja, het is gebeurd. Ja. Ja, en is dat bevallen? Het is bevalt altijd. Ja, met mevrouw Hagels? Dan komt een zaterdag terug, doen we het weer. Ja. Ook zonder envelop? Zonder envelop. Ja? Dus ik kan er nu getuige van zijn. En we kunnen even noteren dat u volgende week zaterdag weer samen uit eten gaat? Nee, want dan moet ik de verjaardag geloven. Nou ja. Misschien die week daarop dan? Is dat een goed plan? Om nog een keer samen uit eten te gaan? Ja, dat kunnen we toch wel doen. Hè? Ja. Ja, maar het gaat erom dat u dat ook echt doet natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is afgesproken? Dat is afgesproken. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat u hier was. Ja. Dank u wel. Ja, dank en veel wel. Plezier tijdens de vele etentjes. Mevrouw Hagels en meneer Rijnmaker. Jaap, wij zijn 25 jaar getrouwd en ik wil er nog best 25 jaar op deze manier bij doen. Je bent mijn allerliefste schat. Hoi Benny. Mijn verjaardag is wat anders verlopen dan we hadden gedacht. Ik ben vreemd geweest. Ik ben er heel erg blij omdat je me hebt vergeven. Je bent altijd de enige voor me. Het is altijd lente in de ogen van mijn tandartsassistenten. Praatjes vullen in gaatjes, maar jij bent echt tandartsassistenten. Tamara, je bent het voor mij helemaal. Hey, lieve Thomas, we hebben nu 3,5 weken verkering en ik ben knetgekkel. Als ik gek dat ik blij dat ik niet ben, zit ik nog leeg aan me vast, want ik ben hartstikke... Lieve Thomas, we hebben nu 3,5 weken verkering en ik ben knetgekkel. Als ik gek dat ik blij dat ik niet ben, zit ik nog leeg aan me vast, want ik ben hartstikke gek dat ik blij dat ik niet omgaan. Felicitaties. Voor het volgende onderwerp zou ik het heel prettig vinden om even te kunnen praten met Tera Esmeijer. Waar zit Tera Esmeijer? Tera, kun je er even bij komen? Ja! Hi. Hallo. Ga zitten, Tera. Zo, ja. Je voelt je natuurlijk een beetje van, oh jeetje, je zit hier natuurlijk ook. En dan ineens hier in de bank. Heb je enig idee waarom ik jou vraag om hier te komen zitten? Ja en nee. Nou, eerst dan de ja, doen we dan de nee. De ja is dat de relatie van mij verbroken is. Hm. En ja, moeilijk. Hoe moeilijk? Kun je even kort uitleggen met wie die relatie, hoe lang die duurde en hoe dat in elkaar zat dan? De relatie was met Thijs, ja. Gaasbeek en ja. Hoe lang heeft die geduurd dan? 2-3 jaar. Ja, dat is best een tijd, toch? Een tijd, ja. Ja? Ja. Kun je, en ik overval je verschrikkelijk, zelf heel kort aangeven waarom volgens jou dan die relatie verbroken is? Ja, kort is moeilijk, maar heel veel problemen, heel veel geprobeerd. Ja. Ik heb zelf 2 kinderen en dat maakt het extra moeilijk.
om het allemaal op poten te houden kost heel veel energie, ja, heel veel tijd. Ja. En al zou je willen, je redt het gewoon niet. Op een gegeven moment moet je zeggen van, dat gaat voor en kan niet meer. Ja. Ik heb Matthijs gesproken. Hij heeft daar zijn zegje over gezegd. Mm-hmm. Hij heeft ons gebeld en ik zou het heel fijn vinden als je even naar een klein stukje zou willen kijken. Ja, doen we. Daar komt het. Ja. Ze vertrouwt me niet. En ik wil dat ze dat eigenlijk wel doet. Het heeft geëscaleerd eigenlijk vorig jaar. Toen zouden wij naar Euro Disney gaan. Toen had ik geld bij elkaar gespaard. En op een of andere duistere wijze had ik het ergens neergelegd en vergeten. En daar heb ik toen ook over lopen liegen. En ja, eromheen gedraaid. Andere verhalen verteld. Noem maar op. Heb ik geld geleend. En haar niet verteld. En dat is ook aan het licht gekomen. En toen was het wantrouwen gewoon helemaal weg. Dus alles wat ik nou zeg, ja, dat wordt met een vraag zout genomen. En ja, dat is niet wat ik wil, want ik ben helemaal lijp van haar en de kinderen. Dat is één ding wat ik wil, haar en de kinderen. Hij zegt dus zelf dat hij enorm heeft gelogen over dingen. Dat klopt ook. Mm-hmm. Ja. Zijn dat dingen die later zijn opgelost? Sommige dingen wel. Ja. Heel veel dingen met leugens, daar kun je niets mee. Dat is heel moeilijk. En als dat vertrouwen geschaad is, dan je wil, je probeert en toch iedere keer die twijfel en angst. Angst om te geloven, om toch weer die klap te krijgen. En dat doe je een paar keer en het is moeilijk, het is heel erg knokken. Want wat hij zegt van jou en ook de kinderen, dat absoluut, is ook absoluut waar. Absoluut. Wat dat betreft is het een kei van een vader. Ja. 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 Er is een persoonlijke boodschap die ik je zo direct heel graag wil laten zien. Mm-hmm. Heeft u fijn of broos haar? Vandaag weten wij waarom het haar verzwakt. Het verliest haar natuurlijke ceramiden die de kracht van het haar verzekeren. L'Oréal creëert voor u Elseve Ceramide R. De eerste shampoo met Ceramide R die de haarvezel binnendringt om zijn structuur te herstellen. Met Elseve wordt fijn of broos haar veranderd. Het heeft meer kracht, meer dikte, meer glans. Elseve Ceramide R van L'Oréal. Dag na dag. Voor sterker en voller haar. It's 11:30. It's 11:30. It's 11:30. Coca-Cola Light Break. Coca-Cola Light Break. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ontdek het zelf. Coca-Cola Light. Er zijn van die avonden die meteen goed beginnen. Want er is nu nieuwe Dubro Citroen. Dat verwijdert vet niet alleen, maar lost het ook nog volledig op. En zo gaat afwassen bijna vanzelf. Afwassen doe je samen met nieuwe Dubro Citroen. De Agostini presenteert de verzameling Schatten van de Aarde. Mineralen en edelstenen met ieder een eigen verhaal. Schatten van de Aarde verschijnt elke twee weken. Bij deel 1 krijg je een prachtige robijn en echt piriet. Nu overal verkrijgbaar voor maar €4,95. Page Ultra daagt Europa uit. In Londen. Het absorbeert supersnel en beter dan Cyrus papier. Niets absorbeert sneller en beter dan Page Ultra. De supersnelle opslorper. Dit is Knorr Spaghetteria. Saus en pasta. Een compleet Italiaans gerecht. In een halve liter koud water strooien. 5 minuten laten doorkoken. En het is klaar. De nieuwe Knorr Spaghetteria. Een compleet pasta gerecht in 3 smaken. Klaar in 5 minuten. De parodie op Star Wars is Spaceballs met Rick Moranis. Yes, that. Doorgewinterde komiek Mel Brooks. En de legendarische John Candy.
Zoveel onzin zat er nog nooit in één film. Straks bij Veronica, Spaceballs. May the Swords be with you. Meid, ik moet altijd chocoladecake net voordat ik ongesteld word. De dagen dat je ongesteld bent zijn anders. Zelfs Kotex kan daar niets aan veranderen. Maar het geeft je wel Kotex Ultra Maandverband. Het is ongelooflijk dun en heeft bovendien het Stay Dry System voor een droog gevoel. Hoe je je op dat moment ook voelt, Kotex helpt. Een beetje. Ja, joh. Als je de hele dag kei en keihard moet werken, kan je wel wat extra energie gebruiken. Bolletje maakt die lekkere grote krokante Twentse beschuiten al vele duizenden jaren met de hand. We maaien het koren met de hand. We rijpen de scharreleieren met de hand. We kneden een stevig deeg met de hand. En tenslotte bakken we die extra grote, extra krokante Twentse beschuiten met de hand. En wat zeggen we dan? Ik wil bolletje. Goed zo, jongen. Glasschade? Op zo'n moment is het goed dat je Univé kent. Naast het vertrouwde pakje Blueband is er nu ook handige Blueband vloeibaar. Je bakt alles nog makkelijker met nieuwe Blueband vloeibaar. De persoonlijke boodschap van Matthijs voor jou, Tera, die ik je heel graag wil laten zien. En ik wil erbij vertellen, ik heb hem gesproken, dat dat absoluut uit een goed hart komt. Dus luister er met aandacht naar. We gaan er nu naar kijken. Eind verleden jaar heb ik een streep gezet onder mijn leugens en mijn gedraai. En die staat. Ik denk heel vaak terug aan de tijd dat we samen gelukkig waren en met de kinderen samen. Tera, ik hou van je. Ik wil samen met je verder. Kom alsjeblieft bij me terug. Is misschien de bedoeling, maar om te zeggen van nu pakken we die draad op. Er zijn dingen die toch opgelost moeten worden. En dat is denk ik de bedoeling ook. Ja, weet u. Ik hoor in jouw stem niet totaal afwijzende toon, nee, als ik zo mag zeggen. Maar Thijs, nee. Wil ik jou nu vertellen, staat nu achter de deur in spanning jouw antwoord af te wachten. Vind je het goed als we hem er even bij halen? Ja, graag. Ja, graag? Ja. Dan komt hij nu naar beneden. Oké. Ja, Matthijs, achter. Even rustig zitten, Matthijs. Je hebt het hele verhaal gehoord. En ik begrijp uit jouw woorden nogmaals, Tera, ja, zeg het hem anders maar zelf, wat je ervan vond. Dat weet je. Ja, dat weet ik ook. En ik denk dat het heel hard nodig is om dat weer op te bouwen tussen elkaar. Dat vind ik belangrijk. Zeer zeker. Ja. Graag. Mag ik concluderen dat jij de grootmoedigheid bezit, Tera, om Matthijs nog één laatste kans te geven? Mag ik het zo samenvatten? Ik denk niet dat dat met grootmoedigheid te maken heeft, denk ik niet. Gewoon met liefde?
Ja. Het is puur gevoel. Gevoel van mij naar hem uit. Hij van mij. Ja. De kinderen. Want daar twijfel ik ook niet aan. Ja. Dat dat staat. Klinkt goed, hè, Matthijs? Ja, zeker. Ja. Mag ik jullie, en het is een beetje raar tussendoor, maar toch een envelop geven voor een steuntje. In de goede richting. Om er even rustig over na te praten met z'n tweeën. Wens ik jullie heel veel sterkte. En wie weet veel geluk met de kinderen samen natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Matthijs. Intussen worden we toch wel behoorlijk nieuwsgierig naar onze Sigrid Berends, die nog steeds in de bar met haar bodybuilders de kleren van het lijf vraagt. Noem je dat zo? Ja. Sigrid, hoe staat het ermee? Ja, nou, ik heb mijn keuze al gemaakt. Sorry? Je keuze al gemaakt? Ja. Dat is behoorlijk snel. Wie is volgens jou de man waarmee je een avond... Hij zit al naast je, denk ik? Hij zit al naast me. Hoe heet hij? Michel. Ja, nou, gefeliciteerd. Even kort, Sigrid, waarom Michel? Ja, hij is niet de grootste, hij is niet de breedste, maar gewoon een spontaan hoofd en gezellig. Gewoon. En gezellig. Ja, heel gezellig. Dan wens ik jullie veel plezier. Dank je wel. Laat even weten hoe het geweest is. En de andere mannen, ja, ik zie ze toch alweer wat beteuterd daar in de bar blijven zitten. Maar vrees niet... Want onze Rico, kijk, daar staat hij alweer met het verrassingspakket. En dat krijgen jullie allemaal mee naar huis. Gevuld met de prachtigste cadeaus en de heerlijkste spijzen en dranken. En als pleister op de wonden de rest van de show de verzorging van onze... Oh, daar komt ze hoor. Karen! Succes, Karen. De massageolie staat achter op de bar en we spreken elkaar straks. Dankjewel. De reden dat Paul Hunnink mee schreef om zijn Anita te vertellen dat hij nog steeds van haar houdt, bleek op zijn zachtst gezegd nogal ongewoon. Laat ik het proberen allemaal rustig op een rijtje te zetten. 7 jaar geleden werkte Paul als chauffeur voor een bedrijf dat ook in Engeland vracht afleverde. En tijdens een van die routineritten, zeg maar, werd er tot Pauls ontzetting en verbijstering een enorme hoeveelheid drugs in zijn vrachtauto gevonden. En laat me even één ding duidelijk vertellen. Later zou blijken dat Paul hier absoluut niets mee te maken had. En dat is ook de reden dat hij na 2 maanden gevangenisstraf met de schrik vrij kwam. Maar natuurlijk duurt het een behoorlijke tijd voordat je zoiets verwerkt hebt. En dat is ook de reden dat nu, na 7 jaar, Paul zich realiseert hoe Anita hem in deze donkere dagen tot steun is geweest. En daarom deze brief, Robert. Want Anita is de reden dat ik geen gekke dingen heb gedaan. Ik heb in mijn leven heel wat meegemaakt. Ik heb 8 jaar bij de mariniers gezeten. Maar ik was op dat moment een gebroken man. Oh ja, hier, de Allegro-straat. Kapot gemaakt van een beschuldiging van iets waar ik helemaal niets mee te maken had. Ik voelde me zo verschrikkelijk vernederd. En het enige wat me op de been hield waren de brieven van Anita. Welke vrouw doet nou zoiets voor haar man? Ik was al het vertrouwen in mezelf kwijt. Maar zij bleef in me geloven. Nou, ik zie al iemand bij de Luxeflex staan. Hi. Familie Hunnink. Nee, heb ik dat. Anita. Hi. Hi. Wat leuk dat ik jou een keer echt in het echt ontmoet. Nou, dat mag ik graag horen. Heel leuk. Hé, hey, vind je het goed als ik even op de koffie kom? Ja, kan dat maar ik ben hier niet echt blij mee. Ik zie er niet uit. Dat meen je niet. Oh. Nou, vind je van wel een bekend gezicht. Ja. Oh, nee, ik dacht, we waren in de buurt. Ik dacht even gezellig. Dag, Robert. Dag, Robert. Ja, ik heb je al zo dikwijls gezien. Mijn vrouw is ook met de moeder van... Mijn broer. Nou, weet u wat? Ik heb een goed plan. Gaat u dan lekker koffie zetten? Ga ik met Anita lekker... Wat zullen we doen? Nee. Nou, we zien wel. Ik weet niet. Is het zo bijzonder aan mij dat jij zomaar bij mij op de koffie komt dan? Ik heb geen idee, maar wat je zegt... Het zal mijn man wel zijn, die zal wel een brief hebben geschreven. Wat zou die dan hebben geschreven? Hij heeft altijd verrassingen voor mij. Ja. Dus misschien om onze relatie een opkikker te geven. Misschien dat... Ze begint koffietijd trouwens al. Vind ik ook... Oh nee, ze is nog niet begonnen. Oh, dat leuk. Komt om 10 uur. Dat wil je graag zien? Nou, als we er toch zijn, waarom niet? Tuurlijk, ja.
Er is vandaag 1400 gulden te verdienen bij het boodschappenspel. We gaan kijken hoe goed Wouter en zijn moeder Nanny elkaar kennen. We gaan eerst de kranten doornemen. Ja, maar voor we dat doen wil ik me even wenden tot Anita Hunnik in Almere. Anita, ik weet dat er geen ochtend voorbij gaat of jij zit voor de televisie koffietijd te volgen. Nu weet ik ook dat sinds een paar minuten Robert ten Brink en niet helemaal zonder bedoeling naast jou zit. En volgende week dinsdag 5 maart zullen we wel zien wat die bedoeling was. Maar ja, zo'n man komt onverwacht binnen en jij hebt natuurlijk niks in huis bij de koffie, hè? Nou, kijk eens even naar onze koffietijdtaart. Stuur ik even naar je toe. Oh, er komt dus een koffietijdtaart aan. Dat is heerlijk. Nou, dat is leuk. Vind je niet? Hartstikke gezellig. Ja. Dus dan kunnen we er zo ook nog een stuk taart bij nemen misschien. Nou, Ik moest even wachten op de koffie. Ja. En dan even de taart. Dus maar goed, het komt nog wel goed. Het wordt een heerlijke dag. Vast en zeker. Maar ik vind dit ook heel leuk hoor. Ik had alleen iets gezelliger uit willen zien. Nou, ga je dan even opknappen? Nou, mag dat? Ja, natuurlijk. Ik kom maar bij jou binnenvallen. Wie ben ik om jou te beletten? Om je even toch? Nou, als dat mag, heel graag. Ja, natuurlijk. De reden, Robert, dat ik pas nu, 7 jaar later, een brief naar jou schrijf, is dat ik al die tijd nodig heb gehad om te verwerken wat me is overkomen. En nu ineens besef ik dat Anita het net zo zwaar en misschien wel zwaarder heeft gehad als ik. Wat is het indringendste wat jullie ooit hebben meegemaakt samen? Ja, het indringendste. Dat is, toen ik was zwanger. We zouden op vakantie gaan en mijn man die ging een auto naar Engeland te brengen. Ja. En toen bleek dus daar dat hij, dat in die auto rommel in zat. En daar wist hij niks vanaf? Nee, natuurlijk niet. En dat is ook uitgezocht? Ja. Hij is ook na een paar maanden weer teruggekomen natuurlijk. Het is allemaal, ze hebben gelukkig de daders te pakken genomen natuurlijk. En dat betekent dat hij wel een paar maanden daar in de gevangenis heeft gezeten? Ja. En hoeveel kilo hash zat er toen in die auto verstopt? 2400 kilo of zoiets was. Bij 100 kilo een jaar. Ik weet niet precies hoe dat nou... 2400 kilo? Heel groot betonblok en dat zat helemaal vol. En hoe lang zou je daar dan de gevangenis voor in moeten? Nou, zo'n 24 jaar dan denk ik, ja. 24 jaar? Ja. Ze is ook 2 keer nog op bezoek geweest en ik voelde me verschrikkelijk. Daar zit je. Je vrouw is zwanger van jouw kind en je kunt haar niet eens aanraken. We waren gescheiden door een glazen plaat en ik kon haar niet eens vertellen hoe ik me voelde. Ik had het idee dat ik faalde, een nul was. Niet eens in staat om mijn vrouw te steunen. En als je dan weer bij elkaar komt, hè? Als alles goed is, neem je dan ook samen dingen voor of zo? Ga je dan op een andere manier leven? Ja, je kijkt dan wel toch wel eventjes... hoe moet ik dat uitleggen? Ik denk dat je... toch wat beter ook op gaat passen. En je neemt niet zomaar iedereen in vertrouwen en... Maar ook ten opzichte van elkaar? Van elkaar ook is dan toch hechter op dat moment. Absoluut, dat je dan toch... Je kan me zomaar elkaar kwijt zijn. Zonder dat je het weet, dat je ergens aan meewerkt, dat je... Je weet het niet. Zoiets. Dus ja, je kan zomaar elkaar kwijt zijn. Dus ja, dat is dan toch... je wordt dan toch wel hechter met elkaar. Dat is toch... Hey, daar heb je jou. Hey, Anita. Hallo, ik ben Hans. Leuk dat ik jou ook een keer echt in heb je gekeken was. Vanmorgen toen ik je taart aan moest? Zeker. Nou, ik had dat gedaan en toen dacht ik, zo'n maquetbak, ik weet niet hoe laat die komt en dan zit je zonder iets met Robert bij de koffie. Ja, ik dacht, ik breng hem even. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk. Er zit ook een envelop voor je hier, bekijk hem rustig. Het is een echte koffietijdtaart. Ja. Eet smakelijk en goed aan Robert. Oké, dat zou ik doen, maar kom je niet even? Nee, blijf nou maar gezellig met hem. Ja? Ja. Oké, nou, ik vind het hartstikke leuk, dankjewel. Oké, dag. Bedankt, wat dag. Leuk. Dag. Let op. Ja. Lieve schat, er is iets wat ik je op een speciale manier en op een speciale plek wil vertellen.
Leg je lot in Roberts handen en vertrouw op mij. Liefs, kusjes, Paul. Mijn man dus. Nou, ik moet mijn lot in je handen leggen. Ik weet het niet. Dus... Nou, nu wil ik je vragen... Maar vertrouwen, dus. Nu wil ik je vragen om mee te komen. Toen onze zoon nog heel klein was, zijn we voor een korte vakantie naar Ameland geweest. Daar ben ik opgegroeid. En Anita was heel nieuwsgierig naar het eiland. Helaas duurde deze vakantie maar kort, want Melvin werd ziek. En we waren weer gedwongen om naar huis te gaan. Ik heb toen tegen Anita gezegd, we komen hier ooit terug, meid. Je niet voorstellen wat het is als je er niet meer in jezelf gelooft. En er iemand is die in jou blijft geloven. En daarom wil ik haar op een speciale manier bedanken. Hey. 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 We staan hier op deze mooie plek met de hele wereld aan onze voeten. En dit is voor ons een bijzondere plaats. 7 jaar geleden zag ik de hele wereld instorten door een gebeurtenis die plaatsvond in ons leven. Ik geloofde niet meer in mezelf en jij bleef wel in mij geloven. Je liet me niet in de steek. Je gaf me alles wat ik nodig had. Ik heb een heel veel jaren nodig gehad om alles te verwerken. En nu pas realiseer ik me eigen dat alles... aandacht naar mij kwam. En jij had het ook zo hard nodig. Vandaar wil ik je van op deze plek zeggen dat ik ontzettend veel van je hou. Ik van jou hou. Bedankt voor alles. Jij ook. Doen we toch samen doen? Ja. En Anita Hunnink. Hallo. Hi Paul. Hallo. Ga zitten. Nou, leuk om terug te zien, neem ik aan. Ja, fantastisch. Ja, ja absoluut. Anita, ja. Wat me eerst opvalt is... hoe moet het nou niet voelen als je man dat allemaal voor je overhoop haalt? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja. Hè? Dat is, hij heeft heel vaak verrassingen voor me. Maar dit had ik niet verwacht natuurlijk. Dit had je nog niet verwacht? Nee, absoluut niet. Nee. Heeft het jullie nog dat stukje meer weer naar elkaar gebracht... wat eigenlijk ook jouw bedoeling was, Paul? Ja, absoluut. Het is... ze verdienden het gewoon een keer om op een groot betonblok te worden neergezet. Ja. En dat is gelukt. En dat is een vuurtoren geworden. Ja, dat is een vuurtoren. Ja. Ja, dat is heel leuk. Ik vond het leuk om dit samen met jullie beleefd te hebben. En ik wens je heel veel geluk, samen met de kinderen natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Anita en Paul. Dit was het. Volgende week gewoon om 20:30 Rolf Wouters met Now or Never. En over 2 weken zijn wij er weer met de 14e aflevering van dit seizoen. Weer om 19:30 trouwens, dus schrijf dat maar vast op. Over 2 weken dan weer om 19:30 All You Need. En als u naar vanavond gekeken te hebben, denkt van nou, het is echt mooi geweest. Nu moet hij of zij maar weten dat ik verliefd op hem ben. Of u wilt door een bliksemactie uw relatie redden met onze steun. Ik noem maar een paar voorbeelden, het kan allemaal, u weet het. En er kan nog de hele avond gebeld worden 06300.
730. En u kunt altijd schrijven, postbus 27111 in Hilversum. Over 2 weken dus, mocht het in de tussentijd allemaal weer heel anders gaan dan u gedacht had, u weet het, hè, all you need.